Dames en heren, nadat mijn collega Gijsbert van den Brink een paar dingen heeft verteld over ontstaan en wederwaardigheden van ons project, wil ik graag een paar opmerkingen maken over de inhoudelijke keuzes die we gemaakt hebben. Dogmatiek is geen statisch geheel. De systematische reflectie over christelijk geloof is zelf deel van een steeds veranderende geschiedenis. En neem daaraan zelf volop deel. En u zult dat in ons boek ook zien. Vaak leeft trouwens nog in de hoofden van hen die het woord dogmatiek horen de gedachte dat dit vak of dat woord de pretentie heeft alles te verklaren of zelfs in de plaats te komen van geloof, van de praktijk van geloof. Nu, dat is bepaald niet hetgeen wat wij ons voorstellen bij dogmatiek en bij het vak. Het is voor ons een reflectie op praktijken van geloven, reflectie op feitelijke omgang met God, en heeft soms een normerende taak, jazeker. Heel vaak een beschrijvende, maar het heeft ook, en daar is Gijsbert ook al uitgebreid op ingegaan, ook een oriënterende taak, of zelfs ook een innovatieve taak. Ik denk dat wij voor vragen staan, tegenwoordig, waar vroegere geslachten niet voor stonden, of minder voor. Bijvoorbeeld het hele feit van een verlengd leven hier in dit welvarende deel van de wereld, verlengde levensfases, is dat nou eigenlijk een soort bedrijfsongeval waarin het je moet streven naar een soort Zwitserleven gevoel? Of zou het ook kunnen zijn dat de Heere God daar nog iets mee van bedoelen heeft, van doel is? Dat is het soort vragen dat in de 19e eeuw niet gesteld hoefde te worden, want dan was je blij, dan was je oud als je 40 was en blij dat je dat gehaald had. En tegenwoordig zeggen de mensen, hij was nog maar 70. En dat is toch een heel ander perspectief op het leven. Nou, dat soort van hele simpele demografische situaties, dat daagt de dogmatiek uit om weer opnieuw te denken. En ik denk dat het de kerk uitdaagt. Goed, het is... wat is dogmatiek dan? Het is een wandelgids bij een wandeling. De wandelgids, hoe fraai de beschrijvingen ook en hoe nauwkeurig de omgeving getekend wordt, is natuurlijk niet de wandeling zelf. Je kijkt de wandelgids hoogstens even in om richting te zoeken. Dus leest u nou die wandelgids van ons ook niet in één stuk door, want dan duizelt het u zoals een recensent het verging. En dan zie je van de wandeling ook helemaal niets. Maar goed, om iets te weten van de achtergrond van wat je onderweg tegenkomt. Je kijkt de wandelgids, je kijkt een dogmatiek hoogstens in om even richting te zoeken, om iets van de achtergrond te weten van wat je onderweg tegenkomt. En de meesten zullen genoegen nemen met de groep mee te lopen, dat is prima. Maar wie af en toe in de wandelgids kijkt, loopt de kans zelfs meer te zien. Ik hoop dat ons boek ook daarin helpt, dat je meer ziet. En ook geldt dat je niet steeds met je neus in die gids moet zitten, dat zei ik al, want dan zie je juist helemaal niets. En ja, soms heb je een kaart nodig om niet te verdwalen. Dat allemaal over de functie van een dogmatiek, voor zover u dat nog niet wist. De Bijbel is het resultaat van God die omgang met de mens, met Israël en de kerk zoekt. En de Bijbel documenteert die omgang van God met de mens en diens antwoord. En de Bijbel is daarmee het collectief geheugen van de kerk. Op die manier ga je ermee om. Op die manier ga je ermee in gesprek. En op die manier neem je ook de vondsten mee die daar gedaan zijn. Inderdaad, christelijk geloof is ontzettend lastig, want wij nemen vondsten mee die we zelf niet gedaan hebben, maar die ergens in de geschiedenis gedaan zijn. En in dat opzicht heeft bijvoorbeeld het boeddhisme of het hindoeïsme het veel gemakkelijker, want die hebben het over eeuwige waarheden. Wij zijn gebonden aan historiciteit. Goed, al deze keuzes zorgen voor verschuivingen in het gehele raamwerk. Ik heb er nu een paar genoemd, ik zal niet stoppen. Er is, zo vermoeden wij, genoeg continuïteit met de christelijke, misschien ook de gereformeerde traditie, moet ik dan zeggen.
En nog dit. Deze gereformeerde theologie heeft zich altijd aangediend. En trouwens, elke christelijke theologie is uit haar eigen aard publieke theologie. Soms introduceert men het vak publieke theologie. Ik heb dat altijd onzin gevonden. Want bij een beetje een redelijke dogmatiek heb je te maken met publieke theologie. Het heeft effecten voor het publieke leven. Het heeft effecten voor hoe mensen hun leven inrichten, voor de hoop die ze hebben, voor dat wat ze meenemen het maatschappelijk leven in, voor hun hele bestaan daar. Voor de hoop die ze uitstralen, voor de manier waarop ze hun samenlevingen inrichten. En goed, daarom praten we ook over de kerk in het publieke domein. Misschien dat we daar straks nog iets meer over zullen horen. Nog een waarschuwing, waar ik het had over een theologische orde die wij aangebracht hebben. Dat hoeft niet samen te vallen met een leesorde. Gaat u alsjeblieft niet enkel aan het begin beginnen en denken dat u nu het van begin tot einde moet gaan doorlezen. Ik vermoed ook niet dat u dat doet, want dan gaat het u duizelen, zoals die recensent zei. Maar je kunt ook met dat laatste hoofdstuk beginnen. Kan heel goed. Of als het u interesseert met hoofdstuk over Israël of wat dan ook. Nog iets, het laatste. Wij pretenderen niet op alle vragen een sluitend antwoord te geven. Ook niet, en dat zeg ik vooral tegen hen die denken dat dogmatiek op alles een antwoord moet geven. Of wij happen ook niet toe wanneer iemand een soort shibbolet heeft en zegt van als je daar nou het goede antwoord, het correcte, politiek correcte antwoord op geeft, dan mag je erbij horen en anders niet. Goed, op belangrijke vragen geven wij een antwoord. Op heel veel vragen. Dus op belangrijke vragen kiezen wij een positie. Maar op talloze andere punten dagen we de lezer uit om mee te denken en zelf positie te kiezen. En daarmee heeft het ook iets van een gesprek waar wij met dit boek graag aan willen bijdragen. Dank u voor uw aandacht. Thank you.